En daar zijn ze altijd van onder de indruk, dat je daarmee moest rondlopen. En dan vragen ze al, heel vaak wordt er gevraagd van, vond u dat niet erg om daarmee rond te lopen? Ik vond het erger dat ik van school moest. Ik zat op de school waar Anne Frank ook op zat. Omdat ik vrij veel vrijwilligerswerk heb gedaan, heb ik gekregen een lintje Orde van Oranje Nassau. Ik heb een jaar of 8 gastlessen gegeven over de Tweede Wereldoorlog aan groepen kinderen. Op een gegeven ogenblik werd er bij Ajax geroepen van Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. En ik denk, ja, dit is toch echt wel een reden om de kinderen duidelijk te maken wat er gebeurd is en hoe je daarmee omgaat. En dan vertel ik over mijn onderduikperiode in hoe je dat beleeft en wat je doet en dat soort dingen. Het is inderdaad zo dat ze niet zo vaak vragen van hoe vindt u dat, hè? Dat uw ouders er niet meer zijn. Misschien durven ze dat ook niet te vragen. Nee. En wat zou u dan zeggen? Dat het iets is waar je nooit overheen komt. Ja, wat is nu de link tussen de ster die ik moest dragen, hè, in de oorlog vanaf mei 1942 tot ik ondergedoken ben, en de ster, als je hier een ster uithaalt, die ik gekregen heb, hè, voor de Orde van Oranje Nassau. Er zijn zoveel mensen die hun leven hebben gegeven om mij te laten leven, daar moet je iets voor terug doen. En dat zal dan waarschijnlijk de drijfveer geweest zijn om te doen wat ik gedaan heb. En misschien is deze ster dan het gevolg daarvan geweest.